Hallo allemaal, alles goed met jullie? Ja, ik ben dus wel best happy, want mijn drakenboek is eindelijk aangekomen. Ik zal hem even laten zien aan jullie. Echt een prachtig boek. Hier zie je een prachtig rood drakenoog op als tekening. En de titel, Drakenkracht. En ja, dus er staan heel erg veel oefeningen in en meditaties om met de draken in contact te komen. En om met ze samen te werken, om veel lichtwerk te doen voor Moeder Aarde, ook wel heel erg belangrijk. Ja, ik had het daarnet uitgepakt, het boek. En ik voelde de drakenenergie al heel erg sterk. En ja, ik ben daar gewoon heel erg blij mee. ja, ik zal dus al beginnen met voor te lezen op de achterkant waar het boek zoal over gaat. Dus voel je je aangetrokken tot de draken? Wil je graag met draken samenwerken om lichtwerk te doen? Gebruik de informatie, voorbeelden en afstemoefeningen uit dit boek om een krachtige verbinding met jouw draak of drakenklan te creëren. Heb je geen idee waar te beginnen of weet je niet hoe je contact met de draken maakt? Dit boek geeft een methode weer om jezelf af te stemmen op de hogere frequenties waar de draken zich bevinden. Als je multidimensioneel bewustzijn ontwikkeld hebt, ben je ontvankelijk en afgestemd om jezelf en anderen te healen met drakenkracht en bij te dragen aan de ascensie van de aarde. De draken wachten op je. En dan even nog wat informatie over de prachtige schrijfster die dit boek heeft geschreven, Fanny van der Horst. Fanny van der Horst is spiritueel coach, lichtwerker, natuurgeneeskundig, therapeut en oprichter van de Lichtkracht Academie. Ze is auteur van het boek Sta stevig in je lichtkracht, de bijhorende lichtkracht inzichtkaart en ze is co-auteur van het boek Heilige Bronnen in de Lage Landen. Haar werk heeft als doel je te helpen de ontwikkeling van 3D naar 5D bewustzijn te maken en je connectie met de prachtige lichtwezens die de draken zijn te verdiepen. Dus ja, ze doet sowieso heel erg prachtig werk. Op haar webshop verkoopt ze ook heel erg veel drakenskulls. Dat zijn dus eigenlijk kristallen in de vorm van een drakenskul. En vaak, zoals ik al eens heb verteld, zijn er aan die drakenskulls ook wel vaak een energetische draak verbonden. Dus je kunt dan ook wel echt gewoon, ja, samenwerken op die manier met de draken, om je eigenlijk gewoon af te stemmen op de energie energetisch. En ja, ik ben daar gewoon heel erg blij mee en ik ben heel erg benieuwd wat het mee gaat brengen. Ik zal jullie nog wel op de hoogte houden. Dus ja, ik dacht, ik wou het even graag voorstellen aan jullie in dit filmpje. En ja, ik wens jullie nog heel erg veel moois toe. Heel erg veel liefs. Ja, geniet nog van de zon. Terwijl, geniet nog van de laatste dagen van het warme weer voor degenen die er echt van kunnen genieten. En ja, veel liefs van mij.